Voetbalclub De Oude Molen in Beekendonk heeft zaterdag na lange tijd weer een clubkampioenschap georganiseerd. De vereniging bestaat 60 jaar en een aantal leden vonden het weer eens tijd worden. De leden uit Gemert boekten goede resultaten. Janne Kampelberg werd eerste bij de Rolrinkels en Benoek van de Bigelaar tweede. Bij de minis behaalde Chloé de Ridder goud. Michel de Koning deed dit in de kadetklasse en Marloes Kluitmans bij de jeugd en senioren. Luna Hurkmans, Pim van Berlo, Nienke Vrees, Jaida van de Vossenberg en Brechtje Slegers reden een goede kuur, maar vielen niet in de prijzen.